Meneer, ja. Wat was hier ooit, weet u dat? Feyenoordstadion. Feyenoordstadion? Ja, Feyenoordveld. Maar dan hebben we het over lang, lang, lang geleden. Heel lang geleden. Toen was ik er ook nog niet, hoor. En ik ben al bijna 100. Inderdaad, hier speelde Feyenoord voor de Kuip werd gebouwd. Stadion Krommezandweg. En naast dat stadion had je een paar huizen met een balkon waar je gratis kon kijken. Kijk maar eens goed. En die beroemde gratis tribuneplekken, die gaan nu tegen de vlakte. Ja, mensen met te weinig knaken, ja, die konden dan vroeger ja, gratis kijken, zou ik maar zeggen. Absoluut, hartstikke leuk. Ja, zeker. Hoe vind je het om dan zo'n plek neer te halen? Ja, het is altijd, als je de geschiedenis ervan weet, is het altijd wel bijzonder en een leuke ervaring. Ja, kan het je nog iets schelen als sloper, wat het was ooit? Of vind je het gewoon plat, boom? Nou, het is leuk om te weten, maar van voetbal en zo, ik ben niet zo voetbalfanaat, dus... Hij weet niet. Ja, ik wel. Kom er nog maar eens om, hè, vandaag de dag een plekje om gratis te kijken. Zo, ja, absoluut. Ja, maar dat is niet meer het geval, zou ik zeggen. Dat is allemaal best wel prijzig geworden, moet ik zeggen. Zo, en dit is dan wat de mensen vroeger zagen. Alleen ja, nog geen school, maar een voetbalstadion. Kom op Feyenoord. Kom op Puk van Heel. Bal naar voren. Goal!